Een van die plekken waar we wel eens een beoordeling achterlaten, maar waar we niet altijd verstand van hebben, is de zorg. Huisarts Bernard Leenstra ziet gevaren in dit soort review-websites. U bent niet blij met het bestaan van websites waarop huisartsen en andere zorgprofessionals kunnen worden geëvalueerd, hè? Waarom niet? Omdat ik vind het prima dat zorgverleners geëvalueerd worden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor ons. Alleen dat evalueren is best lastig en complex. En helaas is dat niet zo eenvoudig dat elke patiënt die bij een zorgverlener geweest is heel goed en objectief kan beoordelen wat de kwaliteit van zorg is. En daarmee dus is zo'n review site voor consumenten echt geen goede zaak om zorgverleners te kunnen beoordelen. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik denk dat je moet je voorstellen dat we moeten als zorgverlener soms ook nee verkopen tegen een patiënt. En dat is niet omdat we die patiënt niet aardig vinden. Dat is omdat sommige patiënten een idee hebben over wat noodzakelijk is voor hun klacht, maar niet strookt met de realiteit. Of zelfs misschien onveilig is voor die patiënt. En die kan uit een soort frustratie, onmacht, woede, onvrede een hele negatieve recensie plaatsen. Terwijl die zorgverlener hele goede zorg geleverd heeft. Nou, dat geeft natuurlijk een vertekend beeld. Ja, en wat zou er dan anders moeten? Zou je er dan helemaal vanaf willen? Of is een ander systeem dan iets wat de voorkeur heeft? Ik denk dat een website prima kan bestaan, maar het moet niet meer inzichtelijk zijn voor het publiek. En ik denk dat als je dat eraf haalt, dan heb je nog steeds een website waar mensen hun hart kunnen luchten. En dan zorg je dat die feedback gaat naar de zorgverlener zelf en eventueel dienstbaas of zorginstelling. Mm-hmm. Zodat je er wel van kan leren. Zij zullen zeggen van het is juist bedoeld om transparantie te bieden en mensen te informeren voordat ze een keuze maken voor een bepaalde zorgverlener. Maar informeren waarover? Over de ervaringen van anderen. Wat zo'n review-website pretendeert, is dat ze zeggen, nou, je kan aan de hand van de beoordeling dus iets zeggen over de kwaliteit van zorg. Hmm. Maar dat is niet zo. Het simpele voorbeeld, hè? Als jij een oordeel wil geven over een pizza, dan wil je eigenlijk dat dat van een goede kwaliteit is. En of dat nou, of die pizza nou verkoopt aan Jan of aan Piet, dat doet hij niet. Het is dezelfde pizza. Bij de zorg is dat helemaal niet zo. Het is een persoonsgericht verhaal. Voor de ene persoon die komt met een keelontsteking kan het wel nodig zijn om antibiotica te geven. Voor de andere misschien helemaal niet. Mm-hmm. Dus dat kan je niet zo vergelijken. Sterker nog, het blijkt ook uit recent onderzoek dat slechts 1% van de mensen die vult maar wat in op zo'n website en anders 1% van de patiënten die daar geweest zijn. Ja, dat is helemaal niet representatief. Wat doet dat dan met zorgverleners? Wat gebeurt er precies op het moment dat er veel van dit soort negatieve reviews komen? Je zet ons vak, en dan niet alleen van de huisartsen, maar van alle zorgverleners, heel erg onder druk als je het gevoel hebt dat je altijd maar mee moet gaan met wat iemand wil. Dat kan ook helemaal niet. Want onze zorg wordt steeds schaarser. Dus we zullen ook steeds kritischer moeten zijn. Dus het is ongezond, het ondermijnt de zorg. We kunnen het er niet bij hebben. En het is een juice-kanaal van de zorg. We hebben